Wellicht hebben ze al gezien als je het station uitliep of de binnenstad binnenreed. De beesten van Cuyp. Vergrote replica's van geschilderde dieren van Albert Cuyp. Hij maakte namelijk naast zijn gouden licht ook veel gebruik van beesten, maar dan vooral van koeien. Ja, eigenlijk was die veeteelt en ja, zeg maar de zuivelindustrie, dat was relatief nieuw in de 17e eeuw. Dat land rond Dordrecht, zoals te zien ook op dit schilderij, dat werd eigenlijk teruggewonnen van het water en er werden koeien opgezet. En kaas en boter, dat waren eigenlijk belangrijke exportproducten. En daar verdienden ook heel veel Dordtenaren hun geld aan. Dus die zagen graag die koeien ook in hun huizen verschijnen op schilderijen van Cuyp. Het was wel een beetje gemakzuchtig van Albert Cuyp, want hij gebruikte veel dezelfde dieren in dezelfde houdingen. Zoals deze koe bijvoorbeeld. Een photoshopper avant à lettre, al dus de conservator van het Dordrechts Museum. En dit is een heel mooi voorbeeld. Hier zien we een koe met zijn poten in het water staan, die als het ware water wil gaan drinken. En in dezelfde houding is deze koe ook in een stalinterieur van ons neergezet. Maar dan zit hij eigenlijk gewoon in de stal en likt hij aan een steen. Dus in een andere setting, maar het is exact dezelfde houding. En dat was gewoon makkelijker om dan met een aantal voorbeelden, met tekeningen, een schilderij te kunnen samenstellen. Maar soms zie je ook wel dat die schilderijen heel erg gecomponeerd zijn. En dat inderdaad verschillende tekeningen bij elkaar gevoegd zijn. En dat het soms niet helemaal natuurlijk in elkaar zit. Wat hier heel goed te zien is, is dat met name de koe die hier ligt en die met zijn horen eigenlijk een beetje in zijn zij zit te krabben, dat die eigenlijk misschien een beetje te veel beweging suggereert. De koeien van Cuyp zijn eigenlijk het mooist wanneer het heel erg verstild is. Wanneer ze eigenlijk rustig liggen te herkauwen en geen beweging suggereren. En ook deze koe is letterlijk op andere schilderijen terug te vinden. Dus dat was ook een standaard tekening, maar misschien niet de meest geslaagde van Albert Cuyp. Cuyp schetste zijn dieren in zwart-wit in de buitenlucht en moest ze dan vervolgens op kleur naschilderen in zijn atelier. Hij gebruikte daarom een aantal standaarddieren in bepaalde houdingen, zoals deze koeien bijvoorbeeld. En ook andere dieren gebruikte hij in zijn schilderijen? Ja, we hebben natuurlijk een beroemd voorbeeld van een eend van 20 jaar oud. Die is ook in de stad terug te vinden, maar hangt hier natuurlijk ook in de tentoonstelling. En er zijn natuurlijk ook paarden die prachtig geschilderd zijn door Albert Cuyp en zelfs schapen en andere beesten. Dit moet een bezienswaardigheid geweest zijn in Dordrecht in de 17e eeuw. Een eend van 20 jaar oud, dat is extreem oud voor eenden. En het bijzondere is ook wel dat Albert Cuyp een heel gedichtje op het schilderij heeft gezet met eigenlijk de hele levenswandel van die oude eend. Die ook nog eens een keer 100 eieren per jaar legde, pootjes gebroken heeft en waarvan we de naam ook weten. Seitje, Seitgun. Dus dat is wel echt heel uniek en ook ongelooflijk mooi geschilderd. Het is vooral heel fascinerend om te zien hoe de veren van zwart naar wit overlopen. Hoe die eigenlijk plot geschilderd heeft, maar toch heel mooi gemodelleerd heeft. Het is echt een driedimensionale eend. En hij heeft ook heel geraffineerd zo'n lichtpuntje in het oogje van de eend gezet, waardoor de eend echt tot leven komt. En het ook niet zomaar een eend is, maar echt Seitje.